Ja. Ja. Ja, dat vond Theo ook, dus ik denk, hupsakee, mee. Maar dan gaan we praten, we even drinken een bakje koffie. En dan gaan we rijden met de caravan. Je zit wel bekend eraan, jongens. Ja. En broed, tranen in je ogen. Afscheid nemen. Ja. Vreselijk, mensen. Straks vallen we nog door. Hè. Hij gaat achteruit, joh. Levensgevaarlijk met mist. Ja. Het kan daar in Frankrijk wat worden, Nico. Hé? Zo. Ze rijden hier al verkeerd bij Kimswet. Ja, ja, precies. Dat hebben we later bekeken. Mijn vader opgegroeid op deze boerderij in Leens. Die hadden wij toen de tijd al willen kopen. Mijn vader die was wat behandelde van zijn kinderen. Hij is in vreemde handen overgegaan met een mechanisatiebedrijf. En hoe lang is dat geleden? 30 jaar terug. En ik blijf een beetje meer. 33 jaar terug. En bij deze man hier links als een noodslager heb ik nachten zitten te kaarten. Nachten! En de man leeft helaas niet meer. Ik heb hem toch kapot weten te krijgen. Ja. 8:10, hier woont mijn moeder. Hier rechts in het huisje met deze witte kajuit. Dat beste mens moesten we eigenlijk gedag zeggen. Maar ik denk dat ze nog bed ligt. En hier hebben we het rusthuis waar wij met z'n allen ooit eens een keer bedaren. De een was vlugger dan de ander. En hier hebben we de lagere school. Daar heb ik wat afgevochten. Dat staat wel. Vroeger vocht ik wel eens, hè. Daar ben ik mee opgehouden. Wat, verdorie, wat is weer koud. Net zoals gisteren. Gisteren ben ik verrekt. Ja? De hoe vond ik. Ach, oh, oh man, zie allemaal. Hé. Ja, met zuurbier van Noord-Holland. En jij bent Johannes. En mijn broer moet je hebben. En hier aan. Is dit Johannes zelf? Ja. Ben je alweer aanwezig, beste jongen? Goh, je hebt er alweer een dag op zitten. Ja, vreselijk is dit. Wij gaan weg. Ja. En nou zijn we bij broer Jan en dan laden we het vee op. Ja. Wij zijn om 6:00 begonnen. Ja. Ja, ik niet. Die jongens. Ja.